Mijn vraag is of het toegestaan is in de islam om je huis te versieren tijdens de Ramadan met Ramadan gerelateerde decoratie. Deze vraag blijft elk jaar terugkomen. Het gaat erover. Het gaat erom hoe je met deze vraag omgaat. Het versieren van je huis tijdens de Ramadan, of dat je een bepaalde hoek in huis bouwt. Is dit een ibadah of een ada? Is dit een vorm van aanbidding? Je hangt slingers op of je hangt bepaalde ballonnen voor de kinderen waarop Ramadan Mubarak staat. Of je bouwt een hoek. Zie je dit echt als aanbidding? Of doe je dat als gewoonte met de intentie om een Ramadan-sfeer te creëren thuis? Als iemand hier een religieuze opvatting ervoor heeft en denkt dat daarvoor een specifieke beloning is, dan kan dat niet. Dan is dat een vernieuwing. Dan is dat een vernieuwing. Wat niemand van de... Van de profeet heeft het niet gedaan en de sahaba niet. Als het gaat om een gewoonte, met de intentie om die sfeer te creëren, en vooral in het Westen. De moslims, we zien, men kan zeggen, ja, ik heb een paar fatwa gehoord van geleerden die zeggen dat het een bid'ah is. Het is haram altijd. Uit welke situatie praten die geleerden? Waar leven zij? Als jij naar Mekka gaat, naar Medina of naar Fez en Marrakesh, de sfeer van Ramadan is overal aanwezig. Als je gaat naar Al-Qahira in Egypte, je ziet, je ruikt de Ramadan overal. Iedereen is mee aan het doen. In Nederland niet. Dus jij doet dat met de intentie om jouw kind die sfeer te geven en dat hij het meekrijgt en dat hij mee serieus omgaat. En als hij later oud wordt, dan weet hij van... Er is iets wat Ramadan is, wat anders is dan alle maanden. Want zo moeten we ook mee omgaan met Ramadan. Niet van we vasten alleen. Nee, het moet een positie hebben in onze leefstijl, in onze dagelijkse doen en laten, wat uniek is. Wat een belangrijke sfeer geeft aan de kinderen. En het is niet alleen versiering. En dat is een belangrijke punt. Als we het hebben over sfeer, dan is het niet alleen versieren. De sfeer van Ramadan is een Koran. Dat de kind dan thuis meer een Koran hoort. Dan alleen dat hij mooie slingers en ballonnen ziet. Dat hij zijn ouders, zijn familieleden de Koran ziet lezen. Of er wordt Koran gedraaid. De kinderen krijgen mee dat ze in de maand Ramadan vaker naar de moskee moeten. Of dat ze meer liefdadigheid geven als sadaqa. Enzovoort. Dus als het gaat om versieren van het huis tijdens de Ramadan, of bijvoorbeeld iemand gebruikt een Ramadan kalender als middel, dat zijn allemaal middelen en gewoontes wat geen probleem is. Wallahu a'lam. Duidelijk, barakallahu fikum.